Hi, wij zijn Bas en Bianca en na 7 heerlijke warme maanden in onze camper ruilen we dit graag in voor een week winterkamperen. En waar beter kunnen we ons eerste winter vanlife ervaring opdoen dan in de Dolomieten. Dit wordt de 4e keer dat we het gebied inrijden, maar het is de eerste keer dat we dit in de winter doen. De temperaturen kunnen in de nacht tot wel min 14 graden worden en onze camper is hier nog niet bestand tegen. Ga je nog even plassen vandaag? Kunnen we weer terug naar de bus, het is koud. Hoog tijd om de camper dus voor te bereiden op dit winterkampeeravontuur, zodat we er warmpjes en goed verzorgd bij zitten de aankomende dagen. Laat het avontuur beginnen! We zijn in de Dolomieten, onze favoriete bestemming van heel Italië. En zoals je ziet gaan we winterkamperen met de camper. We hebben er echt mega veel zin in. Maar we hebben de camper eerst voorbereid op winter vanlife. Dus daar moeten we even nog een dagje voor terug. Wow, ja, het is nogal een flinke to-do-lijst geworden. Ook al gaan we maar een weekje. Je wilt natuurlijk niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Al kan ik niet beloven dat het natuurlijk sowieso niet gebeurt. Je weet maar nooit wat er gebeurt. We gaan namelijk naar temperaturen van min 14. En dan is denk ik het belangrijkste van deze hele to-do-lijst is het water natuurlijk. En ik ga het hele watersysteem leeg laten lopen. En dat moeten we doen met deze 20 liter tank. Maar als we niet douchen, denk ik dat we met 20 liter voor een weekie wel goed uitkomen. En hopelijk kunnen we hem ergens bijvullen. Het liefst had ik de grijs watertank verwarmd met een mat. Maar we gaan maar een weekje. En ik heb ook niet echt de juiste spullen hier. Dus ik zou ook niet weten waar ik dat moet kopen hier in Italië. Dus ik ga hem gewoon helemaal leeg laten lopen. Ook de grijswaterleidingen laat ik leeg lopen. Alleen deze hier, daar zit een bocht in. Die kan ik niet leeg laten lopen. Dus wat ik ga doen, is een klein beetje antivries erin doen. En dan hopelijk bevriest dat niet. Ja, en als die grijswaterleiding kapot gaat, ja, dat is zo te vervangen. Er wordt hier hard gewerkt door Bianca aan de route. En die kan maar niet ophouden, want die heeft allemaal mooie dingen gevonden. Noem je nummer 1 eens? Oeh, moeilijk. Twee nummer 1's eigenlijk. Oh. Of met de sneeuwscooter naar de Trekkein en daar een hike maken. Of skiën bij Seceda of Zeiseroom. Of allebei, hè? Of allebei. We zijn dus net bij de Decathlon geweest, want we hadden wel wat nog extra warme spullen nodig. En het belangrijkste item. Een slee. Kontslee. Neem mee. Dat wordt leuk. Jimmy? Nee. Jimmy, kom eens. Kom. Kleine gluiperd. Jij mag helemaal niet zomaar naar buiten. Lekker koekje voor jou. Want jij nog rent. Nog beloond ook, hè, omdat hij naar buiten gaat. Maar dat weet hij niet. Nee, maar je wordt beloond omdat je weer naar binnen komt. Precies. Ja. Dagelijks trainen we onze pleeghond. Vandaag op het programma hordes nemen om zelfvertrouwen te kweken. Over 2 weken gaat hij al naar zijn forever home in Nederland. Maar niet voordat hij natuurlijk ons winter vanlife avontuur heeft meegemaakt. Leuke maatje. Lekker tje. Gekies. Want deze kleine gluiperd, als hij een paard of een andere hond ziet, is hij in één keer pleiten. Dus dat moeten we even goed in de gaten houden. En dat wordt natuurlijk sowieso een beetje spannend met de doggo en de winter vanlife in. Maar komt vast goed. Een Turkse hond die gewend is aan warmte. Ja. Wow. Wat ik dus in Slovenië had gekocht is, wat heb je sowieso denk ik nodig als je de winter vanlife ingaat, ook al ben je met de auto. Is natuurlijk ruitenvloeistof voor min 30 graden. En dit spul is voor op de deurrubbers, zodat ze open en dicht kunnen blijven gaan. Die gaat op min 70. Lijkt me ook wel handig dat we weer de camper in kunnen. Zo te lezen is het een de-icer, dus ik denk dat het eigenlijk beter is om het te doen op het moment dat hij al vast zit. Maar misschien dat het ook wel iets van een preventieve werking heeft.
dit moet de ruitenvloeistof zijn. Toppie. Kijken of we dat er in één keer ingegoten krijgen. Dat is wel een moeilijke hoek. Maar net op dat koelvloeistof wel heel laag staat. Volgens mij kun je het gewoon kopen bij de benzinepomp. Maar dat niveau, die zit er net onder. Dan gaan we deze grijswaterleiding even leeg laten lopen. Lekker. En we hebben wat raamisolatie over, dus die gaan we in stukken knippen. Zodat ze precies tegen de ruit aanpassen. Dat gaat toch wel een klein beetje schelen. En voor deze ruit natuurlijk ook. En zoals je in onze vorige video hebt kunnen zien, hebben we nu ook winterbanden. Nou ja, all-season banden die ook door kunnen als winterbanden. Want ze hebben de M plus S en het mountain tekentje. Dus de Mud plus Snow. En dat zijn deze. De gasfles die is gevuld met propaangas, want butaangas dat wordt vloeibaar bij 0 graden, dus dat kan je dan niet meer gebruiken. Propaangas is een hele belangrijke. Die zit in onze gaskast. En zojuist, ik hoop dat je het kan zien, dit is de meter voor de schoonwatertank en die is voor de helft gevuld. Dit is onze watersysteemkast en hier zit de pomp, accumulator en alle splitsingen lopen hier. En zo zie je daar ook een wateraftapkraan met dat gele tuutje erop. Eerst even de pomp uitzetten, want anders blijft hij gewoon doorpompen natuurlijk. Zo. Als we dan deze openzetten, dan gaat het leeg lopen. En dan loopt de boiler, die loopt dan ook gelijk leeg. De kraan ook nog even erbij openzetten. Is goed, dus komt er niks uit. Nee. Nee. Komt er hier water uitgelopen. Hopelijk gaat die leeg zo. En volgens mij, ik weet dat niet zeker, om de waterpomp dan ook echt helemaal leeg te krijgen, want het blijft altijd denk ik wel nog een beetje in zitten, moet je hem een beetje lucht laten pompen. Ik weet dat niet zeker. Dus ga ik gewoon doen. Ik denk dat dat een goede methode is. Nou, deze even losgehaald. Deze is los. Naar de pomp. We gaan even lucht pompen. Vijf seconden, 10 seconden aangehad. Zal het genoeg zijn? Doe nog één keer. Zal goed zijn. Dan gaat er een klein beetje antivriesspul voor de ruiten. Gaat dan in de grijswaterleiding van de gootsteen van de keuken. Want die kan ik dus niet aftappen. Die had ik wel in moeten installeren. Maar hopelijk werkt het zo. En last, maar zeker niet least, een hele belangrijke is de dieselheater. Die gaan we waarschijnlijk bijna 24/7 aan laten staan. En het dashboard die zit op een beetje moeilijke plek net achter de bestuurdersstoel. Maar daar hebben we een afstandsbediening voor. En als ik hem op onklik, dan schiet hij aan. Doet even 2 minuutjes voordat hij echt even goed aanspringt en warm begint te worden. Maar we hebben hem al eerder getest en hij doet het echt fantastisch. Is het wel belangrijk dat deze dieselmeter, onze brandstoftankmeter, minimaal boven de 25% blijft. Want ik heb de dieselleiding van de diesel, onze 2 kW dieselheater, die heb ik zo diep in de brandstoftank gedaan dat als die
echt leeg begint te worden, dat hij dan niet meer werkt. Want ik zou niet zonder diesel willen komen staan, want dan kunnen we niet meer wegrijden. Maar in dit geval is het ook belangrijk, omdat we gewoon niet in de kou willen komen te zitten. Dus daar gaan we even op letten, maar dat moet vast goed komen. En met deze afstandsbediening kunnen we lekker vanuit het bed hem warmer of kouder zetten. En ik denk dat dat heel lekker gaat zijn. Als backup hebben we een aantal kaarsjes gekocht, zodat we niet in de kou komen te zitten als de dieselheater er toch ineens mee ophoudt. En we kunnen natuurlijk altijd nog even het gasfornuis aanzetten en onnodig gaan koken, zo wordt het ook warm. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de dieselkachel het gewoon lekker blijft doen. We zijn er klaar voor. Laat het avontuur beginnen. Yeah. Klaar voor. Wat zijn we nou aan het doen, hè? Wat zijn we nou aan het doen? Kijk wat dat doet. Wat gek, hè? Ik vind het ook. Hij is heel gek. Gekke jongen. Deze laten we even buiten staan. Oh jongen. Ik denk dat het gebeurt er nou. Dit avontuur in de Dolomieten, die ga je natuurlijk zien in de volgende video. En wil je die nou niet missen, klik dan even op die rode abonneerbutton. En daarnaast het belletje, want dan krijg je een notificatie op het moment dat die video online staat. En dan mis je ook geen enkele andere van onze avonturen. En dat gaan er nog een hele hoop zijn. En hopelijk heb je iets mee kunnen nemen uit deze video. En als ik nou een foutje heb gemaakt, laat het dan vooral even weten in de reacties. Voor nu dus, ciao!